Goedenavond, we zijn hier op de Tielse Zomerfeesten. We zijn hier namens Team Alert voor Street Talk, voor speciaal voor de Bobs. We willen de jongeren bewust maken van de verkeersveiligheid op het gebied van alcohol en drugs in het verkeer. We gaan daarvoor eerst de wethouder interviewen van Tiel en een jongen die rapper is, die nu opkomt in Tiel. En we zijn benieuwd naar hun mening over verkeersveiligheid op het gebied van alcohol en drugs. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de tent in, gaan we een kijkje nemen hoe het er allemaal aan toe gaat hier op Tiel, in Tiel op de zomerfeesten. Zij drinkt in het verkeer, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, moeilijk. Ik denk wel dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk heeft. Alleen denk ik wel dat als je met vrienden bent, dat je op een gegeven moment ook wel tegen elkaar moet zeggen van nou, nu is het genoeg. Ik denk dat het juist goed is dat er wat strengere regels zijn, dat er gewoon ook wetten zijn. Want mensen die zijn natuurlijk niet allemaal even verstandig om met alcohol om te gaan. Als je eenmaal alcohol begonnen bent en het is lekker, ja, dan ben ik ook bang dat je bezig dat je je grenzen niet weet. Dus ik ben absoluut met deze lezers. Alcohol in het verkeer moet worden verboden. 0,0 promille voor iedereen. Ja, ik vind eigenlijk van wel. Dan sluit je sowieso uit dat er een ongeluk kan gebeuren en dat er twijfel bestaat van was hij wel of was hij niet dronken. Je moet gewoon niet drinken als je rijdt. Punt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb één keertje met alcohol achter het stuur gezeten en heb een ongeluk gehad. Dus dat is één keer de laatste keer. Het moet strafbaar worden om met een dronken stuurder mee te rijden. Het is wel, want als je weet dat het zo dronken is, dan stap bij hem in de auto, dan weet je dat. En dat is ook je eigen fout, dus je moet zo'n risico ook nemen. En de consequenties ervan ook pakken, laat maar zeggen. De consequentie is nu natuurlijk dat het verkeerd kan aflopen, maar het is niet strafbaar. Wat vind je echt dat het strafbaar moet worden? Ja, eigenlijk wel, want je weet ook dat hij dronken is. Hij stopt bij hem in de auto, dus ja. Ben ik wel mee eens, maar als een bestuurder denkt dat hij nog goed kan rijden, dan stap ik wel. Je bent al eens een keer met een dronken bestuurder ingestapt? Ja, sowieso. En heb je daar eens een keer een vervelend iets mee gemaakt? Ik zelf niet, maar een vriend van mij wel. Wat is met hem gebeurd? Hij is overleden. Doordat hij bij een dronken bestuurder is ingestapt. Stelling. Ik fiets veilig. Fiets je veilig? Ja, ik fiets veilig. Ja, we hebben gewoon wat het licht mee. Steek je hand uit, heb je lampjes op je fiets, dat soort dingen? Ja, dat wel, alleen ze hebben het met een stuk, dus ik heb gezegd. We willen eigenlijk nog één testje doen, dat is met de alcoholbril. Als je die bril op hebt, dan zie je zoals je, als je 10 tot 15 glazen bier op hebt. Gaan we kijken of jullie nog een rechte lijn kunnen lopen. Ja, helemaal goed. Oké, ben je er klaar voor? We gaan nu naar die grijze steen lopen, oké? Ja, daar is. Select up!